grootscheepse ontruimingsactie langs grens met Frans-Guyana, boot- en bushouders in staking en 3 moorden opgelost in Guyana dankzij vingerafdrukmachine. Maandag 29 februari 2016, de laatste dag van deze tweede maand. Van harte goedenavond, dit is het STVS Journaal. Surinaamse en Franse autoriteiten hebben de afgelopen week een grootscheepse ontruimingsactie uitgevoerd in de nederzetting Akonto Velanti. Akonto Velanti is een nederzetting op Surinaams grondgebied met aan de overzijde het Franse dorp Maripasula. Daar is een grote nederzetting van Chinezen die supermarkten exploiteren. Dit gebied wordt overspoeld door stortingen van grofvuil en de verkoop van vervallen producten. Franse autoriteiten hebben alarm geslagen en aan de Surinaamse overheid gevraagd om op te treden. De operatie is uitgevoerd door het districtscommissariaat van het resort Lawa Tapanahoni, het consulaat van Suriname en Frans-Guyana, het bureau voor openbare gezondheidszorg en de politie van zowel Surinaamse als Franse zijde. Tijdens deze controle zijn er vervallen producten uit de winkels gehaald. Ook het storten van grofvuil is aangepakt. De autoriteiten hebben hiervan. Districtscommissaris Margrethe Malonti zegt dat ze zich zorgen maakt over de gang van zaken in het gebied. Het probleem in het gebied is bekend bij de Surinaamse overheid. Et puis ça t'a qui a problème avec mon pona safe you. Et si vous savez que le problème vient de vous? Da yegwanga tu ati. Là vous allez avec comment dirais-je? Ma un cœur partagé. Merci. Afas fadensma. La façon dont ils nous ont parlé, tu vois bien que les gens ils veulent de l'aide. Il y a un besoin. Il y a un grand besoin de coopération avec ce gouvernement surinamien, l'État. Et cela nous apprécions énormément. Je pense que cet appel ça pouvait même partir sur des gros mots. Oh, en vrac, on veut dire ça comme ça. Parce que je ne peux vraiment pas nier ce qui se passe en face. Je suis arrivé tout à l'heure et puis j'ai entendu un des frères en face. Et qui m'a posé la question, comment ça se passe avec ceux que l'on vend en face? Ce n'est pas un problème qui appartient à Albina seulement. C'est aussi un problème à Paramaribo. Ici, les représentants de la loi ne sont pas là tous les jours. Photo la drapée l'anti-étang. Et l'État, il vit plus au Suriname, à Paramaribo, qu'autre chose. Même en étant là-bas, on ne peut pas aller contre tout cela. La meilleure arme contre ce geste, cette attitude, c'est vous. Si vous pouvez aider l'État, comment pouvons-nous parler de frontières? Puisque d'un moment à l'autre, on traverse le fleuve. Nos ancêtres ont des abattis en face. Nos ancêtres ont leur territoire en face. Comment pouvons-nous dissocier France et Suriname? Ça devient compliqué dans nos têtes. Mais il faut institutionnaliser ça. Mar, Omosgi, Ala de Sandisi, ou officiële status, ou geen karakter. Over 2 weken wil districtscommissaris Malonti samen met het BOG andere plaatsen aandoen voor controlewerkzaamheden.
Het lamleggen van het schoolvervoer zal zeker gevolgen hebben voor het onderwijs, zegt Kenneth Theme, voorzitter van de organisatie van boot- en bushouders. Schoolvervoerders hebben vandaag hun bussen in de garage gehouden wegens achterstallige betalingen van de regering. Volgens hem liggen de stukken bij het ministerie van Financiën. Bushouders hadden op de uitbetaling gerekend, omdat ook zij verplichtingen hebben tegenover banken en andere instanties. Onderwijsminister Robert Peneu gaf als reactie dat zijn ministerie alle voorwerk heeft gedaan. De stukken liggen nu op het ministerie van Financiën om afgehandeld te worden. Laat me dit uitleggen. Onderwijs heeft zijn werk gedaan. Onderwijs heeft dus alle notas verwerkt. Alles is dus opgestuurd verder naar de betaaldienst. En de betaaldienst heeft dus zorg gedragen dat de betalingen moeten geschieden. Uit de woorden van de betaaldienst heb ik begrepen dat grotendelen geld al zijn gestort voor bushouders. Het kan zijn dat enkele bushouders hun betaling nog moeten krijgen. En daarom vraag ik even dat zij checken bij hun bank als de storting is geweest. Ik denk dat hetzelfde probleem zich voordoet als de vorige keer. Dat het kan zijn dat wanneer een bushouder hij niet heeft ontvangen, hij misschien de rekeningnummer niet goed heeft doorgegeven aan onderwijs. Enkele bushouders hebben volgens Peneu nog geen uitbetaling ontvangen vanwege eventuele fouten bij het opmaken van de betalingsstukken. Deze fouten worden nagetrokken en zo nodig gecorrigeerd. Maar dan heeft dat te maken met een administratieve fout die gecorrigeerd moet worden. En wanneer we iets administratief moeten corrigeren, dan kan het niet zo zijn dat je gewoon een pennenstreep doorhaalt waar de recusnummer staat en je schrijft een nieuwe bankrekeningnummer. Omdat op recus die je uitgeeft, mogen er geen correcties aangebracht worden. En ik denk dat ook daaraan misschien het eventueel kan liggen als een bushouder de betaling niet heeft gehad. Wat ik tot nu toe als informatie heb gehad, is dat in Saramaka ze niet hebben gereden en op Sanderij hebben ze niet gereden. Maar ik heb alleen van die twee plaatsen de informatie gehad dat er niet is gereden. En het kan zijn dat anderen misschien niet hebben gereden op basis van solidariteit. En dat wil zeggen dat anderen ook ondersteunen die niet hebben gehad. Maar ik wil de mensen vragen van de bushouders dat zij uiteindelijk even moeten kijken op hun bankrekeningnummer of hun bank als er is gestort. Ook bij het Nationaal Vervoerbedrijf wordt er gestaakt. Daar is er een achterstallige betaling van 5 maanden. Het besluit dat de regering per 1 maart zal nemen om de kosten van de toeristenkaart naar €90 te verhogen, is niet in goede aarde gevallen bij het Nederlandse Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Hij is van mening dat met dit besluit het toerisme vanuit Nederland drastisch zal afnemen. Van Bommel onderkent dat de verhoging in korte tijd wel zijn voordelen zal hebben, maar niet op langere termijn. Het visum als zodanig voor Suriname blijft bestaan. Men kan nog steeds ook een andere route kiezen. Maar het voordeel van de toeristenkaart is dat je die bij binnenkomst ook kunt aanschaffen. Dus dat heeft toch wel voordelen. Dus zorg nou dat toeristen geen enkele stroopreed in de weg wordt gelegd. Je moet toeristen lokken, je moet het ze makkelijk maken. De accommodatie is er, Suriname heeft veel te bieden. Zorg dan dat er op dit vlak geen hindernissen zijn. Zo'n verhoging is dat toeristen, zeker wanneer ze met een gezin gaan komen, vader, moeder en 2 kinderen, dan praat je al bijna over €400. Dat maakt echt voor de Nederlandse toerist het verschil. Hij kan ook naar Cuba, hij kan ook naar Brazilië, hij kan ook naar de Antillen, hij kan naar andere landen in de regio. Dus dan is €90 is echt enorm veel geld. Dus ik zou echt nogmaals een dringende oproep willen doen, verander dat beleid en ga terug naar de oorspronkelijke prijs. Vandaag, voor zijn vertrek naar Nederland, bracht de Tweede Kamerlid een bezoek aan de Nederlandse ambassade om politieke zaken tussen Suriname en Nederland te bespreken. Dat vanuit de Nederlandse media er melding van is gemaakt dat veel Surinamers in de rij staan voor een toeristenkaart, is te begrijpen. De Nederlandse regering vraagt aan de Surinaamse overheid om het besluit te heroverwegen. Ik heb met de ambassadeur erover gesproken. De ambassade heeft het op Facebook geplaatst. Het bericht.
Dat bericht is 186.000 keer bekeken. Er zijn meer dan 1000 reacties binnengekomen. Dit is een heel groot onderwerp in de Surinaams-Nederlandse gemeenschap. Maar het gaat om Surinaamse belangen. Want als de Surinaamse Nederlander straks minder komt, of met minder mensen komt, of als de Nederlandse toerist wegblijft, dan heeft dat gevolgen voor de Surinaamse samenleving. Dus er moet echt nog eens goed naar gekeken worden. Maak die rekensom. Op de korte termijn wordt er wat geld binnengehaald, maar op de lange termijn gaat dit Suriname veel geld kosten. Harry van Bommel werd uitgenodigd door Ramon Samsoudid van de stichting Satya Dharma Hoogvliet in Rotterdam, Nederland, om over zijn boek Surinamers in de polder te praten. Ook de Nationale Assemblée heeft vandaag over de verhoging van de toeristenkaart gesproken. Daar is aan de regering gevraagd om de verhoging nader te bekijken en eventueel terug te draaien. Voorzitter, wij denken dat we daar heel ernstig naar moeten kijken, omdat we weten dat de regering heeft gezegd dat de toerisme sector in Suriname een sector is die we moeten gaan ontwikkelen binnen het kader van de diversificatie van onze economie. Moeten we een aantal dingen doen, en dit was juist een van de zaken die we zagen, voorzitter, als een belangrijk mechanisme om dat te stimuleren. Ik denk dat we nu moeten constateren dat juist het tegenovergestelde wordt gedaan, voorzitter, door te merken dat juist de Surinaamse toerisme sector, de toeristische potentie die we hebben, juist duurder wordt, voorzitter, en minder aantrekkelijk voor de consument. Dus ik wil vragen dat de regering hierna kijkt, wat de visie is op dit stuk, de visie over het algemeen toerisme, maar de toeristenkaart in zijn geheel, maar voorzitter, ook zelf een overweging, een heroverweging vanuit de regering om dat te brengen naar maximaal het niveau wat je nu betaalt voor een visum, voorzitter, en een bedrag dat toch wel aantrekkelijker is en blijft voor de toerist om Suriname te bezoeken. Voorzitter, het kan nooit zo zijn dat als we aan de ene kant aangeven dat we toerisme willen bevorderen, dat de ene kant we groepen hebben, of het, nu, het gaat niet om welke groep, maar bijvoorbeeld Brazilianen die hier komen visa-vrij, dus niets betalen, voorzitter. Terwijl waar wij juist onze diaspora-band hebben, de mensen willen bevorderen dat ze een binding hier hebben. We hebben gewerkt aan PSA, voorzitter, noem maar op. Dat juist voor die mensen grote drempels worden gelegd, voorzitter, om voor een toeristenkaart voor €90, voorzitter, van 20 naar 90. Ik denk dat wij ernstig protest aantekenen. En voorzitter, ik denk dat het goed is. Ik heb vandaag gekeken via sites wat voor rijen daar mensen daar staan om een kaart nog vandaag te kopen, voorzitter. Dus dat de regering ons wel informeert, zo snel als mogelijk. En vooralsnog dat wij aangeven dat die zaken teruggedraaid worden, totdat wij goed geïnformeerd worden wat men van plan is. Vanuit de regering is niet formeel aangegeven of de verhoging van 20 naar €90 wel of niet zal plaatsvinden. Morgen zullen de vakministeries op dit vraagstuk ingaan. Het is nu nog niet mogelijk om niertransplantaties in Suriname uit te voeren. Ons land moet volgens minister Patrick Pengel van Volksgezondheid eerst zijn wetgeving op het gebied van orgaandonaties op orde hebben. Volgens NNC-bedrijfsleider Glenn Uiterlo kan de transplantatie niet in Suriname worden uitgevoerd, maar wel in het buitenland tegen een betaalbare prijs. En ik hoor als ik praat met mensen over transplantatie dat het wettelijk kader, zeg maar, adviezer is. Dus ik ben dan niet het kan hoor, maar ik denk als ik een moeder die zegt ik wil mijn zoon een nier geven, alsjeblieft laten we dat oppakken. Als we praten over nierdialyses, is er inderdaad in het verleden gesproken over de mogelijkheden om niertransplantaties te doen, omdat dat op termijn een betere kwaliteit van het leven geeft voor de nierpatiënt. Er is voorbereidend werk uitgevoerd. Er is een seminar gehouden, een paar jaar geleden heb ik begrepen, waarin dus niertransplantaties ook besproken is.
In sommige landen heeft men donorcodicil, een soort toestemmingsbrief voor donordonaties na de dood. Er mag slechts tot uitname van organen worden overgegaan wanneer de overledene een codicil met toestemming daartoe bij zich droeg. De Surinaams-Nederlandse gemeenschap erkent zangeres Nisha Madaren op verschillende manieren. Op 26 februari jongsleden werd ze door Stichting Satyam Dharam Nederland benoemd tot ambassadrice in Suriname. Deze onderscheiding kreeg zij omdat ze zich sterk heeft gemaakt voor het bij elkaar brengen van muziekgenres van verschillende etnische groepen. Ze heeft de hoogste onderscheiding gekregen van Satya Dharma in Rotterdam, de Rotterdamse Vier Leeuwenspeld. En het is uitgaande van haar outstanding performance die ze bereikt heeft met haar muziek. Bindend, vrij jonge leeftijd, jonger dan 30 jaar, wat ongebruikelijk is, maar gezien haar bijdrage. Het is niet gebruikelijk dat een 28-jarige de hoogste onderscheiding van de stichting Satya Dharma in Nederland krijgt. Nou, ik ben opgevallen eigenlijk vanwege mijn muzikale kant. Ik breng verschillende culturen bij elkaar, in mijn liederen vooral. Ik werk vaak met artiesten van een andere etniciteit, cultuur, ja. En ik vind het geweldig als wij samen kunnen werken, verschillende culturen. Ik vind dat heel mooi, ook muzikaal. En dat is opgevallen. En vandaar dat ik eigenlijk ben benoemd tot ambassadrice. En dat ik dat dus verder kan doen. En vooral ook sociale projecten vanuit mijn stichting. Nisha Madaren is studente aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij werd vorig jaar december na haar tour ook al onderscheiden met de Rotterdamse Vier Leeuwenspeld, een onderscheiding die niet zomaar gegeven wordt. Naast die onderscheidingen mag zij zich de eerste studenten noemen die vanuit Suriname online studeert aan de Open Universiteit Nederland. Nou, het is heel zwaar. Je bent fulltime artiest en ook student aan de Anton de Kom Universiteit daarnaast. Dus vandaar dat ik zei dat het wel goed uitkomt voor mij dat ik mijn laatste vakken mag afronden op de Open Universiteit van Nederland. Want ik kan dat online doen. Ik hoef me niet beschikbaar te stellen voor colleges. Ik kan gewoon volgens mijn agenda werken. Madaren was vandaag de gast bij Ernst Norman, de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Met Norman besprak ze de bijdrage die ze wilt leveren bij het verkrijgen van visa voor Surinaamse studenten aan de Open Universiteit. Deze zullen namelijk moeten afreizen naar Nederland voor het maken van hun eindexamens. Ook voor Surinaamse artiesten die vaak naar Nederland reizen voor optredens wil ze zich sterk maken voor een soepele visumregeling. Haar stichting N Events zal zich naast muziekproducties ook richten op sociale projecten waarbij de vrouw de boventoon zal voeren. Harry van Bommel is ambassadeur voor de stichting in Nederland. Suriname heeft aangetoond niet onder te doen voor wat betreft de internationale standaarden van ICT. Met de mobiele medische toolkit hoeven specialisten geen lange afstanden meer af te leggen. De doktoren in afgelegen gebieden kunnen nu al met deze methode van monitoring aan de slag. We wanted to bring healthcare for those that are in remote locations. We know that in Suriname that specialists do not go into the interior. We want to increase emergency care and not having to travel far distances for a simple diagnosis. Team IoTech won op de eerste Hack Commission de eerste prijs. Met dit evenement wordt er zowel op de hardware als de software van het totale product gelet. Verder wordt er ook gelet op het eindproduct en de verkooptechnieken van de makers. In Suriname zijn er geen ICT-productiebedrijven van hardware. Slash software, combinatie van hardware en software, project af te ronden. Daar wordt van gemaakt. We hebben projecten voor het dagelijks leven hebben we erbij gehaald, zodat het niet echt iets is van, hey, het ziet er mooi uit, maar praktisch is. Je kan het echt
gebruiken in de samenleving, in het bedrijfsleven. Het zijn gewoon praktische projecten. Dus het eindresultaat wat deze groepen creëren, dat bieden we aan. Drie van de vijf groepen deden mee aan de finale. Team Agriculture bouwde een aquaponics systeem dat gereguleerd werd met de mobiele telefoon, terwijl het team van Shaquille zich focuste op het datagebruik van huishoudapparaten. De beste pitch en het beste businessplan werd door Team IoTech gepresenteerd. We're planning to go back doing our marketing research, then looking for a partner because we'll need capital to continue. Then we're going to go back to the production phase and then go into marketing our product. Verschillende deelnemers gaven aan hun product verder te zullen vervaardigen. Dit idee wordt ook ondersteund door het ministerie van Handel en Industrie. Patent is belangrijk en het ministerie zal erop toezien dat de wet van intellectuele eigendommen wordt behandeld in DNA. Een vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bood de nieuwe ontwerpers een platform aan om hun product te presenteren aan het bedrijfsleven. Elke dag heeft iemand wel iets te vieren en zo ook vandaag, 29 februari. Enkele personen in de samenleving zijn op deze dag geboren en zien dit als heel bijzonder. 29 februari is een dag die om de 4 jaar erbij komt op de Gregoriaanse kalender. Ricardo Venetiaan, 40, en Chenier Gabelli, 28, herdenken vandaag na jaren officieel hun jaardag, hun geboortedag. Beiden zijn positief over hun dag, ondanks het feit dat het schrikkeljaar vaak negatief wordt beschreven. Voor mij is het normaal. Ik moet het wel om de 4 jaren vieren. Het vreemde daarvan is, als er geen 29 februari is, vier ik het op 1 maart. Of herdenk het op 1 maart. Als het er is, is het 29 februari. En normaliter zou ik het morgen vieren. Dus is ook een beetje vreemd daar. Je wordt soms getreiterd. Ja, nu al word ik gezegd dat ik geen 40, maar 40 gedeeld door 4 ben, is 10 jaar. Ik ben geen 10 jaar. Eigenlijk zou ik 29 april jarig moeten zijn. Ik ben te vroeg geboren, een 7-maandskind. En het is precies op 29 gevallen. Dus. Hoe voelt het aan om op 29 februari jarig te worden? Ik vind het elk jaar geweldig, en vooral als het mijn eigen dag is. Elk jaar is het weer zo dat je moet gaan explainen eigenlijk voor mensen van ja, maar wanneer vier je verjaardag? Hoe komt het? Is het werkelijk waar? Is het 1928? Ik weet niet, ik voel me geweldig. Ik vind het altijd leuk om te vertellen van nee hoor, het is 29 en 29 is 29. Hoe oud bent zo u nu in werkelijkheid zijn? In werkelijkheid, als je het goed berekent, zou ik vandaag 7 zijn geworden. Schrikkeljaar is, kan je zeggen, ik kan mijn jaren elke dag vieren. Want als er geen 29 is, heb ik eigenlijk 2 dagen. Je weet man, je kan gewoon zeggen, ik ben vandaag jaren, morgen jaren. Ik vind het gewoon geweldig. Ik ben zo positief als mogelijk ingesteld. En ik probeer alles wat eigenlijk een beetje negatief is, om te zetten in positief. Dus voor mij, ook al schrikkeljaar of niet, ik bekijk alles. Dit jaar is een schrikkeljaar, een jaar met 366 in plaats van 365 dagen. Dus om de 4 jaar komt in februari 1 dag erbij. Dit wordt zo gerekend omdat een jaar eigenlijk geen 365 maar 365 en een kwart dag heeft. 365 dagen en een kwart dag. Door eens in de 4 jaar een dag erbij te tellen, is dit probleem recht getrokken. Elk jaartal dat deelbaar is door 4 is een schrikkeljaar. Dus dit jaar 2016, 2020 enzovoorts enzovoorts. En tot zover dan het nationaal nieuws. Ik ben straks bij u terug met de internationale berichtgeving. Een
een vingerafdrukmachine die aan de Guyanese politie is gedoneerd door de Amerikaanse federale politie FBI, heeft tot nog toe bijgedragen aan de oplossing van 3 moorden. Het geavanceerde vingerafdruksysteem heeft bijgedragen aan het vermogen van de Guyana Police Force om misdaden op te lossen. Hoofdinspecteur van politie Wendell Blenheim zegt dat het met het vingerafdruksysteem de politie tot nu toe tenminste 3 moorden heeft kunnen oplossen. Very beneficial to us. We have been able to solve a number of serious crimes with the help of that equipment. And we had, I think maybe in the year 2015, we would have solved at least 3 murders based on our input of fingerprints in our system, and we were able to compare those fingerprints with fingerprints found at crime scenes. So we are utilizing it to its optimal, and we will continue, and it has been a very effective tool with our investigation. De machine werd in mei 2014 overhandigd aan de Guyanese politie door de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Guyana, Brent Hart. Hart zei toen dat de machine onderdeel was van het bredere initiatief, namelijk de Caribbean Basic Security Initiative, dat een van de pilaren is van de Amerikaanse veiligheidsstrategie, gericht op de veiligheid van burgers op het westelijk halfrond. De vorige maand heeft de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst, DEA, een kantoor geopend in de Guyanese hoofdstad. Het ministerie van Volksgezondheid op Barbados is bezig om de Aedes aegypti muskiet die het dengue, chikungunya en nu ook het Zika-virus overbrengt, uit te roeien. De minister van Volksgezondheid, John Boyce, legde afgelopen woensdag uit dat dit niet betekent dat de muskiet nooit meer zal worden gezien op het eiland. Maar wel dat de muskietenpopulatie zal worden teruggebracht tot het punt waar het onwaarschijnlijk wordt dat iemand via de muskieten de ziektes oploopt. Hij sprak op een seminar voor werknemers in de toeristische sector over manieren waarop de controle op muskieten op de werkplek beter uit te voeren. Boyce zei dat het muskietenuitroeiingsprogramma dat momenteel wordt uitgevoerd door de Milieuinspectie de eerste stap is om Barbados te vrijwaren van de dreiging die uitgaat van de muskiet. Hij onthulde dat aan het einde van het 3 maanden durende programma de campagne zal worden voortgezet met andere duurzamere programma's. Minister Boyce zegt dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie muskieten meer menselijk leed veroorzaken dan enig ander organisme. Wereldwijd worden jaarlijks 50 miljoen mensen getroffen door dengue en meer dan 1 miljoen mensen sterven aan door muskieten overgebrachte ziekten per jaar. Ons doel als ministerie is om de ziekte- en sterftecijfers die het gevolg zijn van dengue, chikungunya en Zika te reduceren door de uitvoering van de activiteiten om het broeden van de muskieten te verminderen, aldus de minister. En een Amerikaanse dominee is tijdens de dienst gisteren door zijn broer doodgeschoten. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media voor de ogen van ongeveer 20 leden van de kerk in Dayton in de staat Ohio. Het incident gebeurde op een moment dat de gemeenschap aan het zingen was. Toen dominee William Schuller naar het preekgestoelte liep, werd hij gevallen door zijn 69-jarige broer, die vervolgens enkele schoten op hem afvuurde. De 70-jarige dominee overleefde dat niet. Kerkgangers renden na de schietpartij de kerk uit, meldde televisiezender CBS. Volgens de lokale afdeling van de CBS was Schuller geliefd binnen de gemeenschap in Dayton. De broer werd in de kerk gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was. En met dit bericht heb ik het gehad voor wat mijn bijdrage betreft aan het journaal. U krijgt zometeen nog het wereldnieuws in beeld te zien. En later op de avond ook nog het sportprogramma. Een heel fijne avond verder toegewenst.